Goedendag. Ik ben Mike, ik ben van Huis voor de K-buurt en buurtbewoner. En wij regelen met de gemeente dit project van de containers. We zijn blij dat u zich heeft aangemeld. Dit is even een kennismakingssessie. Deze meneer en mensen gaan zich ook even voorstellen. En daar willen we graag iets over u horen. Oké. Wie ben jij? Ja, ik ben Azam Nawibaks. Ik ben ook bestuurslid van Huis voor de K-buurt. En samen met Mike en anderen zijn we eigenlijk deze project gestart. Okay. En hopen dat we hem toch een heel goede einde kunnen brengen. Ja. Wie zijn jullie hier, mensen? Ik ben Jan van der Vliet. Ik ben van de gemeente Amsterdam. Ik hou me bezig met ruimtelijke zaken voor dit project. Ja. Nog een keer, Jan. Jan van der Vliet, gemeente Amsterdam. En ik hou me bezig met ruimtelijke zaken voor dit project. En we horen graag je verhaal. Zo. Ja. Jules Pollard, ook gemeente Amsterdam. Werkt samen bij het projectmanagementbureau. En vooral houden we vooral bezig met gebiedsontwikkeling in Zuidoost. Zoe. Hoi, ik ben Zoe. Ik had u gisteren nog gebeld. Ik ben stagiair bij Hart voor de K-buurt. Oh, yes. Ik ben mijn moeder en ik ben ook ik heb een pand hier in Cleveland, in Jeff en de zuster. Ja. En ik heb ook interesse om die in deze container. Ja, ja. Ja, u bent van de bellenwinkel en de die sigarettenwinkel ook toch maar zeggen? Yes. Ja, ja. Ik ben de buurman van. De buurman van Azam. Ja, heel goed. Ja. Wij nemen dit graag op omdat we het graag willen delen met de buurt. Als u straks zegt van ik heb dat liever niet, want ik wil mijn plan, dan respecteren we dat, dan doen we dat niet. Okay. Maar vandaar dat u even weet van op dit moment nemen we het op, maar u kunt altijd later zeggen liever niet. Okay. Ja, prima. Nou, vertelt u iets over het plan. Wat kunt u bijdragen aan de buurt en wat zoekt u? Ja, ik zoek eigenlijk ook in horeca en ook mijn eigen ervaring, heb ik, die van Delhaus. Op beide kan ook, maar ik heb wat informatie nodig. Dat is tijdelijk of dat is permanent? Dat is twee jaar lang. Twee jaar lang. We hopen dat het voor de zomer er kan gaan staan. Okay. En dan in ieder geval 2 jaar staan. Misschien langer. Totdat het daar gebouwd gaat worden, want dan gaat het weer helemaal weg. Dus het is echt tijdelijk. Okay, ja. Dat is echt tijdelijk. Ja. Okay. En de bedoeling is dat het de buurt tot leven brengt, dat het de buurt iets brengt, het plein tot leven brengt. En u zegt, u zou graag daar een soort tweede belwinkel willen beginnen, begrijp ik dat goed? Ja, want ik denk misschien, daar komt mijn concurrent, dan is het probleem voor me. Dus wil ik ook daar eentje hebben. Of... Om er concurrentie voor te zijn. Ja, ja. Oké, okay, ja. En wil ik ook in de horeca. Ik heb een plan voor Wokker of afhaalpunt. Misschien dat kan. Ja, ja. Een Wok afhaalpunt. Ja. Ja. Oké. Okay. Mensen, hebben jullie vragen die daar meekijken? U noemt een belwinkel. Nu zijn er natuurlijk al veel belwinkels. En ik denk dat, wij moeten natuurlijk nog selecteren. Het is dus een kennismaking. Maar ik denk dat een belwinkel wel, dat we wel wat terughoudend in zullen zijn. Vooral de mensen van de economie die dat soort zaken ook beoordelen. En de horeca, misschien kunt u daar nog iets meer over zeggen, wat precies voor horeca u denkt. Maar zeg jij dan, Jan, dat deze meneer niet bang hoeft te zijn dat er een concurrent belwinkel komt aan het plein, terwijl hij hier in Cleveland een belwinkel heeft en een sigarettenwinkel? Nou ja, we hebben wat contact gehad met de EZ en die zijn wat terughoudend als het gaat om winkelvoorziening. Maar goed, daar moeten we nog ook met Chameleon ook nog verder in gesprek. Maar ik wil niet de verwachtingen... ten aanzien van een winkel, heel hoog. Dus ik denk dat wat lastiger gaat worden. Daarom denk ik dat hij misschien zijn plan voor een horeca misschien wat beter kan uitleggen nog. Oké. Okay. Ja, ik heb wel een plan voor horeca. Dat is een wok of harpoen. Wil ik voor deze hebben. Ja. Ik heb een goede chef, hij is mijn vriend. En met hem ik ben samen begonnen. Ja. Ja. Als ik krijg wat daar. En wat heeft u dan nodig aan de ruimte? Is een zeecontainer, is dat wat u zoekt? Ja. 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 Grote. En geen buitenzit, geen terras, alleen maar afhaal? Kan wel, als mogelijk, dan is het goed.
Ik denk dat ik dacht dat dit container dat kan niet zitten op zo'n restaurant of zo. Ja. Dat is het, maar als het mogelijk is, dan is het wel. Hebben jullie HCCP en dat soort zaken? Sorry? Hebben jullie HCCP? Ik ga niet. HCCP is een certificaat dat je mag koken, dat je hygiëne, opleidingen, dat soort zaken hebt. Nee, mijn vriend heeft. Daarom wil ik samen met hem begonnen. Hij is echt chef. Ja. Helder. Ja, oké. Okay. Andere vragen, mensen? Van mijn kant wil ik het niet meer zeggen dat dit is even een kennismaking. Mm-hmm. Hierna volgt een uitwerking en selectiefase, ja. Want er zijn veel ideeën. Als dat succesvol is, dan komt er een contract. Het contract is dan met de gemeente, okay. Want de gemeente is de eigenaar van de grond. Okay. Er zal ook wat huur betaald moeten worden, dus de gemeente nog aan het kijken hoeveel dat is. Okay. Nou, daarna kan er dan de container komen en de onderneming uitgevoerd worden. Vergeet niet in het businessplan ook mee te nemen dat die container weer weg moet. Het is tijdelijk, dus er moeten ook centjes al klaarstaan dat die container weer gaat vertrekken. En na 2 jaar, wat gaat hier gebeuren? Die gaat weg en... Dan gaat er daar gebouwd worden. Komt weer een, net als vroeger het winkelcentrum, komt er nieuwe woningen en andere voorzieningen. Oh, niet voor winkelcentrum. Er komen misschien ook wel wat buurtgerichte winkeltjes, maar dat is een proces, dat gaan we kijken. Maar er is geen 1-op-1 relatie met de containers. En daarom hebben we voorrang voor de... Dat laat ik even aan jullie graag. Is er voorrang straks voor degene die nu aan het ondernemen gaan? Jan, Jules? Nou, we hebben nog geen selectie. We hebben eerst even kijken hoeveel kandidaten zijn er. Dan moet even blijken van welke plannen zijn echt haalbaar. En dan gaan we een selectie kijken. En dan moeten er nog verschillende mensen naar kijken van welke soort van ondernemingen wij dan kunnen toestaan, zodat we een soort branches kunnen bepalen. En als er dan meerdere zijn dan de locaties, dan moeten we even kijken hoe we tot een goede selectie komen. Ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik hier bij het gesprek afsluiten. Mag dit uitgezonden worden? Vindt u dat goed? Sorry? Mag dit met de buurt gedeeld worden? Vindt u dat goed? Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Ja. Fijn dat u er was. Ja. Dank voor uw interesse. U hoort van ons. Ja, ik van jullie. Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay.